Zij hebben vanochtend de primeur, de patiënten die zich melden in de nieuwe polyklinieken. Je ziet zoveel verschillende mensen lopen. Je ziet artsen met A4'tjes. Je ziet mensen een beetje verbaasd kijken waar ze moeten zijn. Een leuke georganiseerde chaos, maar wel georganiseerde chaos. Het is vandaag voor iedereen even wennen, ook voor het personeel. Het is nog net niet af. Het ziet er netjes uit. Het ziet er een beetje kaal uit. Kom even mee. Er moest ook nogal wat gebeuren. 25 poli's samenvoegen tot 15. Een patiënt hoeft niet meer kriskras door het ziekenhuis heen. De artsen komen hier naartoe. En de patiënt blijft zoveel mogelijk op één plek dus. Heel veel ziekenhuizen zouden dit graag willen doen. En het Erasmus heeft de stap genomen om dit ook werkelijk uit te voeren. En dat is echt een revolutionaire stap. Meer eelt, hè? En ja. Daar is echt een meer verharding die je voelt. Hè? Ja. Heb je eerste patiënt al gehad? De patiënt is alweer weg. Die is alweer geweest en goed gegaan. Ja. Hartstikke mooi. En de airco heb ik Alles binnen de polykliniek is vandaag operationeel. En volgend weekend gaan alle klinische patiënten van de oudbouw naar de nieuwbouw. En tevens de patiënten vanuit de Daniel de Hoed zullen overgeplaatst worden naar het nieuwe Erasmus. Paul, hoe voelt het vandaag? Ja, vreemd. Ja. Zoeken van waar is mijn plek en waar moet ik heen en waar laat ik mijn fiets en allemaal dat soort spannende dingen. Ja. En eerlijk gezegd ben ik eigenlijk vrij vandaag, ja. Maar ik kom uit nieuwsgierigheid eens even kijken hoe het allemaal in elkaar zit. Ja. Nou, we hebben de uitslag van de MRI-scan. Ja. Die laat eigenlijk geen aanwijzing zien dat er nou iets heel geks aan de hand is. En er is meer goed nieuws aan het eind van dag 1 nieuwe stijl. Ook al was het zoeken naar van alles. En ook al draaien de poli's vandaag nog niet op volle kracht. Meer dan 500.000 bezoekjes moeten ze hier jaarlijks aankunnen. Ha Ellen. Theo. Hoe gaan de zaken? Het valt me niet tegen, de patiënten zijn heel enthousiast. De balans na dag 1, noemenswaardige incidenten, waren er niet.